Nou, met bijna neem ik wel genoegen. Goedenavond, welkom. Fijn dat u in zo'n grote getale hier bent. Het is niet alleen maar vrienden en familie, ook een aantal andere genodigden. Onder andere twee wethouders van de gemeente waar onze leden zo'n beetje uitkomen. De wethouder van Land van Kuik, de heer Jielissen, en van Gennep, de heer Pubbe, zijn hier. De heer Jielissen heeft dan weliswaar niet cultuur in zijn portefeuille, maar wel evenementen en kermis ook. Nou, dat past redelijk bij onze expositie. En kermis past sowieso bij Burg, inderdaad. En de wethouder uit Gennep heeft wel cultuur in zijn pakket zitten, dus die past hier sowieso bij. En het is altijd fijn om wethouders te hebben, want ik zag ook dat in de krant stond dat de financiën erg goed zitten dit jaar. Dus mocht u wat over hebben, dan komt dat vast goed terecht. Nou, goed, deze avond is voor ons een bijzondere avond. We bestaan 10 jaar en we hebben gedacht, we moeten het eens een beetje anders doen dan anders. Een beetje een normale foto-expositie bestaat uit lijstjes met foto's aan de muur, maar de tentoonstellingsmakers hebben bedacht dat we nu eens uit ons kader moesten stappen. En dat uit dat kader betekent dat mensen hele andere dingen hebben gefotografeerd, andere technieken hebben toegepast, maar ook in de presentatie duidelijk zullen merken dat het anders is dan anders. Goed, voordat ik andere sprekers helemaal het gras voor de voeten wegmaai, zou ik eerst eventjes het woord willen geven aan de wethouder van Land van Kuik. Die wil nog een klein woordje tot ons richten. Dolgraag natuurlijk. Ja, ik zeg al, ik had het al net geroepen, het is ook voor Beugen hier, maar ja, evenementen en kermissen en markten, die hoort dan ook nog bij, dat past dan ook nog wel een beetje bij dit gezelschap misschien wel. Maar dat gaan we zo wel zien, denk ik, want dan moeten we ook weer buiten onze kaders treden. Ja, laten we kijken, ik bedoel, het is groot en heel groot, het grootste van Brabant, dat mag ik toch graag zeggen, in ieder geval in vierkante kilometers. En dat betekent wel een hele opgave voor ons allemaal. En ja, dus we hadden het net ook met mijn collega erover, die vroeg over hoe gaat het eigenlijk. Nou ja, volgens mij gaat het best goed, maar we hebben nog een weg te gaan om het nog beter te maken. Financiën hebben we in de hand, dat is al heel fijn. Maar er zijn nog een heleboel andere dingen die echt nog wel een slag in kunnen maken. Maar het is goed dat we op deze manier bij elkaar kunnen zijn en dat we in ieder geval ook gewoon het reguliere kunnen oppakken. En zo'n foto-tentoonstelling, ja, dat is een heel mooi woord eigenlijk. Die kennen we en kijken, die ook verschillende en die zullen ook wel hierdoor heel mooi gesteund zijn. Dus heel veel succes en ook heel veel bezoek gewend voor de komende dagen. En dan geef ik het woord aan mijn collega, want die weet ook niet of die denkt dat hij wat mag. Maar die zal een culturele inslag innemen, denk ik. Of we doen het, de mazen slechts die greppel die ertussen ligt. Hè? Een kleine greppel, zeker als die mazen leeglopen, zie je hoe klein die eigenlijk is. Dankjewel. Nou, ik voel me zeer vereerd om hier eigenlijk heel spontaan het woord tot jullie te richten. Ik ben heel benieuwd naar de fotografie, waar ik zo meteen hopelijk alles kan gezien wat jullie als vereniging op dit moment gemaakt hebben. Want na die coronaperiode is dit toch weer het moment dat je zegt van nou, hier kan een tentoonstelling zijn. En tentoonstellingen zijn toch op een gegeven moment een ontmoeting waarin de kunstenaar, degene die met fotografie bezig is, toch altijd met een heel individueel proces bezig is, is dit ook weer een moment om dan anderen te laten zien wat je gecreëerd hebt en ook de reacties te ontvangen hoe dat ervaren worden anderen. Dus ik wil jullie ontzettend feliciteren met jullie jubileum en nogmaals, ik ben heel nieuwsgierig voor al het moois wat ik zo meteen ga zien. Dank jullie wel. Goed, ik ga je oneerbiedig een beetje de deugd in het midden, wou ik zeggen. Dank u wel. De wethouder refereerde al aan het vele bezoek waar we op hopen. Nou, dat bezoek mag ook straks, als je weggaat of dadelijk al, wat in ons gastenboek zetten, wat bij de hoge tafel ligt. Er staat overigens ook een standaard met kaarten erin. Dus als u denkt, een van die prachtige foto's, die wil ik echt sturen naar mijn schoonmoeder of zo, dan kan dat. Er is een deel van de foto's wat hier ook hangt, is te koop. Dus zo zeggen, kijk dadelijk of er wat voor u bij zit. Voordat ik het woord geef aan de volgende spreker, nog iets omdat ik het anders misschien vergeet.
We zijn hier in het kruispunt in Beugen. We zijn erg welkom ontvangen. En de expositiecommissie die is hier nog wel eens een keer binnengevallen met vragen als, ja, maar hoe lang is die muur en hoe hoog is het? En waar zitten de stopcontacten? En dan kwamen ze weer eens terug van, hebben jullie ook haakjes? En dan de dag daarna, hoeveel haakjes? En dan daarna van, oh, dat zijn er te weinig, mogen we ze zien, want we willen er wat bij kopen. En nou ja, zo ging dat maar door. En eigenlijk was Jacqueline was een beetje dan degene die het allemaal over zich heen kreeg. Dus ik wil Jacqueline ook heel eventjes naar voren hebben, namens het kruispunt. En dan heb ik bloemenmeisje Gerard ingehuurd. En die komt nu in actie, dus. Want we meenden toch dat het zo fijn is dat we steeds terecht konden, dat we dachten, nou, een bloemetje moet toch wel het minste zijn. En Gerard stond de trap rond te overhandigen. En in de tijd van corona hadden we een beetje afstand van Gerard. Niet ik weet niet waar ik dit te danken heb, Jacqueline. Maar ze zeiden van, jij kent Jacqueline het langste. Niet in deze functie, maar in een eerdere functie. En toen hebben ze mij geslacht. En over denk ik, Wolter ervan. We zijn allemaal geportretteerd, maar eentje is er vergeten. En hij dacht natuurlijk van, als ik hem nou die bloemen laat aanbieden, dan komt hij toch weer even in de. Dank u wel. Ik heb een lintje. En dan verklaar ik de expositie bij deze voor geopend. Veel plezier. We staan hier in Beugen, in het cultureel centrum, multifunctioneel. En we staan bij wethouder Jillissen. Ja. Goedenavond, wethouder. Goedenavond. Een fotoclub. Hebt u enig idee hoeveel fotoclubs dat er in het land van Kuik zijn? Nee, daar heb ik geen enkel idee van. Ik kom natuurlijk rechtstreeks vanuit Kuik. Ik weet dat we hier een Kuik fotoarchief dienst hebben. Deze club kende ik dan ook. Maar ja, als ik naar de naam kijk, dan zou ik zeggen, misschien is dat wel de enige in het land van Kuik. Ja, want wij moesten ook even kijken waar het voor stond, want Gennep hoort er ook bij, hè? Ja, Gennep hoort erbij, dus Kuikboksmeer Gennep, dat is de club. Bestaat 10 jaar en heeft nu een bijzondere expositie georganiseerd hier in Beugen. Om iedereen te laten zien wat zij kunnen en hoe creatief ze zijn. Ja. Fotografeert u zelf ook? Nou ja, wat een beetje gebruik ik met mijn fototoestel is, mijn camera is mijn fototoestel. Dus dat is wat ik doe, maar niet op de manier zoals zij hier aan de slag geweest zijn. Nou, Land van Kuik, maar er is wel samenwerking met Gennep, hè? Dus ja, de Maas die is wel te overwinnen. Nou ja, wij werkten als Land van Kuik al veel langer samen met Gennep. Gennep ligt heel erg dichtbij, ook al zit daar een heel populaire grapple tussen, Maas. Maar we hebben natuurlijk ruim voldoende verbindingen met de overkant. En Gennep is zo'n beetje onze partner aan de kant van Limburg, met ook een industrie, met ook een mooie grote kern erbij, met een aantal kleine kernen erbij. Lijkt wel heel erg sterk op het land van Kuik. Dus een beetje natuurlijke verbinding is er al wel. En dan zien we heel veel foto's. Ja. Wat is de meerwaarde voor de toekomst van foto's? Ja, het zal denk ik bijna altijd herinnering. De herinnering zijn. Aan de ene kant, aan de andere kant is het ook gewoon een stukje kunst. Want je moet soms, dat heb ik al een paar foto's bekeken net, het wordt vanuit allerlei kanten, perspectieven genomen. En soms vanuit een heel verrassend perspectief zeggen, wat is dit? En als je dan verklaard krijgt, zeg je, oh ja, zo had ik hem nog niet gezien, maar dat klopt. Nou, ik zou zeggen, ga rustig verder kijken en dank u wel. Ja, dat ga ik zeker doen. Jullie ook, dank u wel. En we staan hier bij Harry van der Sterren. Harry, wat is jouw functie hier? Ik zit in de expositiecommissie. Ik heb me een beetje met de PR bemoeid.
En ik ben lid van de fotoclub. En ik was aangewezen vrijwilliger om de zaakjes te openen. De fotoclub. De mensen die hier exposeren, krijgen die opdrachten? Op wat voor manier gaat het in zijn werk? Nou, het is op allerhande manieren. We komen eens in de drie weken bij elkaar. Behalve in de zomer. Dan hebben we clubavonden. En op die clubavonden nodigen we sprekers uit. We hebben werkgroepen. Bijvoorbeeld Urbex, dat is Urban Exploring, dat is oude troep fotograferen. We hebben stad- en architectuurwerkgroep, natuurwerkgroep, portretwerkgroep. Nou, ze hebben verschillende werkgroepen. Die werkgroepen komen ook buiten de clubavonden bij elkaar. Maken daar dingen, organiseren excursietjes voor hun eigen groep of ook voor anderen als die belangstelling hebben. Laten hun producten dan zien op de fotoclub. En daar kunnen we het weer becommentariëren van elkaar, ideeën opdoen. En verder zijn er ook wat opdrachten die we clubgewijs krijgen. Dit jaar was bijvoorbeeld een thema stilte, fotografeer stilte. Nou, dat blijkt ook op heel veel manieren te kunnen. Ander thema was meer een beetje documentaire opdracht. Maak een drieluik over corona. Nou, iedereen heeft dat in coronatijd gedaan. En dat hebben we laatst op de clubavond hebben dat bekeken van elkaar. En een beetje becommentarieerd en gevraagd, gewoon, hoe kom je erop, waar heb je het gefotografeerd, wat voor instellingen heb je gebruikt, waar kijk ik eigenlijk naar. Dat soort dingen doen we. Dus best heel afwisselend. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja, ik denk dat we, ik zit niet in het bestuur, dus ik praat misschien van mijn beurt, maar ik denk we zitten nu op ongeveer 30. We zitten ongeveer aan de tax, anders past het niet meer in de locatie waar we zitten. En dan wordt het ook wel heel groot. Maar ja, van de andere kant vallen ook altijd weer mensen af in verband met werk of studie of wat dan ook. Is er wel een website die de mensen kunnen bekijken? Ja, ze kunnen gewoon naar de website. Als je even googelt, vind je het wel waar het zit. Fotografieclub BGC, Boksmeer, Gennep-Kuik. En daar komen ook onze leden vandaan. We komen vanaf Bergen tot Milsbeek, vanaf Overloon tot Kuik. Uit de hele buurt komen ze. Nou, heel duidelijk. Ik zou zeggen dankjewel voor de info. Ja, graag gedaan. Veel plezier nog.